Vitesse Delft moet winnen van hekkensluiter Marke. Grote belangen bij het werven tegen Westlandia. En Scheveningen gaat op visite bij koploper Spakenburg. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan vooruitblikken op het zaterdagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center. Haaglanden voetbal weekend. We gaan vooruitblikken op het zaterdagvoetbal. En dat doe ik natuurlijk met onze wekelijkse analisten Rob Blankenstein en Patrick Persat. Heren, welkom. Patrick, om eens te beginnen met uiteraard de vierde klasse D. Wateringse Veld tegen HPSV. Rob zei vorige week, toen moest HPSV spelen thuis tegen Laakkwartier. Nou, die kunnen een tel gaan meenemen. Word jij voorzichtiger? Ja, ik word zeker voorzichtiger. Zeker omdat ik ook net hoorde dat ze zelfs 2-0 achter stonden. Maar alle gekheid op een stokje. Ik denk niet dat het HPSV lukt om twee keer achter elkaar te stunten. En dan in het bijzonder niet tegen Wateringse Veld. Gona, dus dit wordt ook gewoon een overwinning voor Wateringse Veld Gona. Ja, ruime cijfers. Dat ga ik niet zeggen. Oké, Rob, 4B, GC Esdo, dat speelt tegen Hercules. Ja, voor Hercules geldt natuurlijk gewoon... We moeten alert zijn, we mogen geen fout maken. Nee, dat mogen ze zeker niet. En de eerste wedstrijd geeft al een bepaalde indicatie. Want toen won GCS op het veld van Hercules. Dus makkelijk zal het zeker niet worden. Maar heb ik al meer gezegd, die zaterdagtak van GCS is beslist niet zo'n slechte elftal. Nee. En ik denk dat die vereniging ook alles gaat zetten op die zaterdag. Ja, en Hercules moet natuurlijk de punten blijven pakken. Willen ze die koppositie vasthouden. Maar het wordt spannend. Dus wat het gaat worden bij GCS, ik houd het op een drietje. Goed. Dan in dezelfde klasse, PGS Vogel, dat speelt dan thuis tegen Loosduinen. Ja. Ja, ik denk dat Loosduinen dan niet zo makkelijk krijgt. Afgelopen week moeizaam, werd er overigens gestaakt tegen Madelstein. Dat kan misschien ook nog wel een staartje krijgen, dat weten we allemaal niet. Maar toch, bij PGS uit, niet zo eenvoudig denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. PGS pakte vorige week een verdienstelijk puntje tegen Hercules. En daarentegen inderdaad, zoals je zegt, Loosduinen zal toch wel wat naweeën hebben van die gestaakte wedstrijd tegen Madelstein. Aan de andere kant, de druk ligt erop bij Loosduinen. Dus die moeten wel, want ik denk dat ze anders de strijd gaan verliezen van Hercules. Ja, gaan we naar de andere vierde klas, Rob. 4A, Sef weer vrij. Oekstree speelt heel vreemd. We hebben het wel eens eerder over gehad. Het wordt steeds verder. Oekstree loopt dan weer een wedstrijd uit. Dus dan hebben ze twee wedstrijden meer gespeeld. Ja, en Sef die moet maar die wedstrijden zien te winnen natuurlijk. Maar goed, Oekstree moet nu thuis tegen Rodenburg. Dus dat zal niet al te veel problemen opleveren, denk ik. Tenminste, daar ze de eerste wedstrijd nog met 5-1 hebben gewonnen. Maar voor Sef is het ja, eigenlijk een beetje vreemd dat ze niet in actie komen. Ja. Gaan we naar de derde klasse B, Velo. Vorige week thuis tegen Monster. Kwam de ploeg van Edwin Vurens, die er overigens zelf niet bij was. Hij was ziek. Die kwamen niet verder dan 2-2. Ja, dat was natuurlijk een morele winst voor Monster. Ja. Nu gaan ze bezoek bij Schipluiden. Ja, ik denk dat op dit moment geen enkele tegenstander simpel is, want er werden er ook wel twee uitgestuurd. Klopt. Dirk Lelieveld en Vert Zonmets, allebei rood. Dus die zullen er zeker niet bij zijn aanstaande zaterdag. Ja, en Velo heeft natuurlijk de laatste drie competities, er zijn 7 punten verspeeld. Stond natuurlijk aardig gepositioneerd als koploper, maar voelen nu de hete adem in de nek. Ten eerste van natuurlijk Monster en MVV 27 zit ook nog op het vinkertouw.
En komen dus zaterdag nu naar Schipluiden. Thuis een 2-1 overwinning voor Velo. Maar makkelijk wordt het daar zeker niet. Ik ben benieuwd of Velo zich nu een keer gaat herstellen. Ja, nou je had het even over Duindorp SV. Dat gaat naar MVV 27. Dus ja, Duindorp moet ook puntjes gaan. Maar dat zal niet meevallen omdat daar in Maasland... Nee, ik denk dat ze blind tekenen voor het eerste resultaat destijds op Houtrust. Dat was een 3-0 overwinning voor de ploeg van Roel Zandbergen. Maar MVV 27... Laat er ook wat steekjes vallen. Afgelopen zaterdag ook een gelijkspel. Willen die bijblijven, dan moeten ze per se winnen. En Duindorp, ja, dat heeft weliswaar een paar wedstrijden minder gespeeld. Maar ja, die moeten toch de punten gaan pakken. Zeker. Monster, Quicksteps in dezelfde klasse. Ja, Monster, dat voelt zich natuurlijk ijzersterk. Ik denk, Quicksteps vorige week goed gedaan. Heeft ze vrijwel veilig gespeeld. Maar ik denk niet dat ze het gaan redden daar op Sportpark Polanen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat Monster zich niet laat verrassen. Quicksteps heeft bovendien nog wel last, ondanks die overwinning, van een paar rode kaarten. Monster in de strijd met Velo om de titel. Afgelopen week een goed duel tegen ze gespeeld. Ik denk dat Monster gewoon naar het langste eind trekt. Ga gelijk door met jou naar de derde klasse. DWO thuis tegen Zwammerdam. Ja. DWO ja, heeft dat goed te maken, maar als we kijken naar de ranglijst... Moeten dat gewoon 3 punten opleveren? Zeker, want de DWO moet zich herstellen, hè, na die nederlaag tegen Van Nispe. En ze zijn plek 2 kwijt. En de ranglijst, als je die bekijkt, zie je ook dat Oudewater op de loer ligt voor plek 3. Dus DWO moet hier gewoon gaan winnen van Zwammerdam. Ja, en als je dat BSC 68, dat deed het nog goed. Maar die hebben nu de kans om ook trouwens DWO een handje te helpen. Klopt. Ze spelen thuis tegen Van Nispe, dus ja, ze kunnen ook weer wat goeds doen. Ja, ze kunnen DWO helpen, maar ook vooral zichzelf. Willen ze er nog iets van maken? Kunnen ze nog een beetje omhoog kijken? En Van Nispe, die is natuurlijk nu gebrand na die overwinning op DWO om die plek 2 niet meer weg te geven. Nee, daar kan ik me dus, iets voor voorstellen. Rob, ja. DSVP blauw-zwart, ploeg van Zonderletten doet het helemaal niet goed. En blauw-zwart, ja, dat doet het wel aardig. Die kan zelfs nu definitief weglopen en zich veilig spelen. Klopt, afgelopen weekend 3 punten gepakt en na die... Eigenlijk hele desastreuze start van de competitie hebben zich uitstekend hersteld. En die ploeg van Jos van der Helm die kan nu nadrukkelijk naar boven gaan kijken. Eerste wedstrijd destijds op de Schildpad eindigt ook in een winst voor de Wassenaars. En DCP die staat nu eigenlijk op die PD-plek. En die moeten daar zien weg te komen. Maar makkelijk wordt het niet, maar het is natuurlijk wel in Pijnakker. Dus dat doorslaggevend gaat worden. Maar ik houd op een gelijkspelletje. Nee, we zitten in een fase van de competitie waarin allerlei verrassingen ook wel vallen. Kijk, wel een 2C, een Die Hagen, verliest 2 thuiswedstrijden op rij. Ja, Wim de Jong met zijn mannen gaat nu naar het Dokos in Leiden. Ja, omdat ook de concurrent Valken constant blijft de marge groot. Blijft die marge, bleef steeds 10 punten. Het is nu 9. Die wordt als het ware in een zetel geholpen naar de titel. Dat klopt. En Dokos, toch wel een aardig voetballende ploeg altijd daarin in Leiden. En Die Hagen natuurlijk een beetje wisselvallig. Afgelopen zaterdag die thuisnederlaag tegen HVC 10. Daarvoor herstelde zich van die nederlaag daar weer voor bij Nieuwkoop door te winnen. Na die nederlaag thuis tegen CVC Reewijk. En ik mag al aannemen dat Die Hagen zich komende zaterdag wel gaat herstellen. Maar goed, ik durf eigenlijk niks meer te voorspellen. Want iedere keer als ik wat zeg, dan word ik gelijk op de vingers getikt. Ja. En dan de meest onwaarschijnlijke... Uitslagen. Dus wat dat betreft, maar in voetballogica zou je zeggen, Die Hagen moet daar een resultaat aan pakken. En als Die Hagen dat resultaat pakt, dan kun je dus heerlijk afwachten. Wat wordt het dan bij HVC 10 tegen Valken? Klopt. Valken, want ja, voor hetzelfde geld loop je nog verder uit, want HVC 10 zit gewoon in een flow. In een flow, klopt. Want dat is de nummer 2 tegen de nummer 4. En dus bij winst van Die Hagen zelf... zijn ze sowieso winnaar, want een van de concurrenten gaat punten laten liggen. En in een gunstig geval allebei. En HVC die won overigens dus knap van Die Hagen, terwijl Valken slordig punten morste bij RCL. Ja. Een boeiend duel in de kop daar. Ja, we gaan diezelfde klas nog even kijken. Een SVC 08 en Ronsersdijk. Ja. Ja, die willen nog steeds aansluiten. Kijken nog steeds misschien wel in de richting van die na-competitie. FVC 08 gaat naar RCL toe. Ja. Dat heeft ook de punten nog hard nodig. Klopt. Honsersdijk wint al 3 keer op rij. En jij gaat nu naar Nieuwkoop. Ja, dat is ook niet de zwaarste. Ja, dat is wel een apart duel. Het zijn 2 teams die kijken omhoog. En 2 teams die spelen voor behoud. Dus het zijn echt duels die ergens om gaan. En belangen zijn groot. En dat zijn vaak de leukste duels. Zeker. Ook nog even terug in de 2C, Rob. DSO gaat op bezoek in Leiden bij Luuk Dunum.
Nou goed, Ludinov heeft wel een periodetitel, daarna niet veel meer gepresteerd. Andere kant, Faisal Soekhai, ja, die wil daar toch wel lekker afscheid gaan nemen bij DSO. Dan is het toch een zaak om punten te pakken. Ja, en ik zie dat ook wel gebeuren, want wat je net al aanhaalt, eerste periode gepakt. Daarna eigenlijk niet meer de ploeg die ze waren in de eerste periode. Eerste wedstrijd destijds in Zoetermeer eindigde nog wel in een 0-1 overwinning voor Ludinov. Maar dat was nog in de goede fase van de Leidenaren. En DSO moet natuurlijk toch steeds die punten blijven pakken, want als je onverhoopt weer een keertje verliest, dan moet je toch weer naar beneden kijken. Klopt. Gaan we naar 1A. Patrick, ja, er valt mij in het oog een wedstrijdje tussen Ter Werf en Westlandia. Westlandia leek op een gegeven moment ook het seizoen rustig uit te kunnen gaan spelen. Klopt. Als je naar die wedstrijd kijkt, als Ter Werf die wedstrijd gaat winnen, ja, dan komt Ter Werf angstig dichtbij Westlandia. Dus de belangen zijn groot in Rijswijk. Heel groot. En ook een mooi duel, interessant duel in de zin van de ene heeft de flow te pakken naar boven, Ter Werf. Ook in de beker. En Westlandia daarentegen is echt punten aan het morsen. Het kan uit dat oogpunt alleen al een heel interessant duel worden. Ik denk aan winst voor Ter Werf. Goed. Dezelfde klasse, Vitesse Delft, Peter Blom, volgens de technisch manager bij de Delftenaren, heeft het natuurlijk op dit moment vreselijk moeilijk. Spelen nu tegen Marken. Ja, als je dan in ieder geval een keer 3 punten moet halen, dan moet je die nu gaan halen op Tantof. Ja. Maar goed, zo redeneert Marken natuurlijk ook, want die staan 5 punten achter op Vitesse Delft. Ja. En mochten ze winnen, staan ze nog maar 2 achter. Ja. En dan gaat natuurlijk 1 ploeg rechtstreeks uit die klasse. Dus het zal niet makkelijk worden. Eerste wedstrijd destijds op Tantof Zuid, 2-2 gelijkspel. En Vitesse Delft natuurlijk een bijzonder slechte reeks op dit moment bezig. En of ze mentaal in staat zijn om zich te gaan herpakken, ik moet het nog zien. Ja, natuurlijk wel misschien de laatste kans. Dat is zeer zeker zo, ja. Ja, klopt. Gaan we naar de hoofdklasse, Rob. Nooddorp. Ja, Nooddorp ook niet lekker in het veld. Die spelen nu thuis tegen Rijswoord. Als ze winnen gaan ze over Rijswoord heen. Dat moet toch ook een uitdaging zijn voor Dick Boerenboom en zijn mannen. Nou, dat is zeker. En ze hebben natuurlijk nog 2 wedstrijden in te halen, klopt, dat Nooddorp. Dus het is weer een beetje een vertekend beeld. Eerste wedstrijd gingen ze met 2-0 de kuikenbak in bij Rijswoord. En Nooddorp, gezien de resultaten van de laatste weken, is nou niet bepaald in een goede doende, zeg maar. Maar ik mag toch aannemen dat die mannen van Dick Boerenboom komende zaterdag toch wel beseffen waar ze mee bezig zijn. Want ze moeten per se die punten gaan halen. Ja, zeker. Om wat lucht te gaan krijgen. Dan Zwaluwe tegen FC Schravenzande in diezelfde hoofdklasse. Ja. Wint Schravenzande, dan gaan ze zelfs over Zwaluwe heen. Toch een beetje een soort derby gevoel daar. Dat denk ik ook. Het is een beetje in de middenmoot. En ze hebben afgelopen week beide gewonnen. Van teams die wat lager gekwalificeerd stonden. Schravenzande kan dus een stapje maken. Het is even kijken, van, ja, de winnaar die kijkt een beetje omhoog. Maar het is wel een, volgens de ranglijst dan, is het een duel waarbij beide teams niet echt meer voor een prijs kunnen spelen. Nee, overigens dus, Schravenzande, ik denk dat ze het gewoon goed doen. Zeker. Ze zijn debutant. Dan doe je het gewoon prima als je veilig speelt. Ja. Nou goed, en de trainer Richard Elzinga hebben wij binnenkort in ons programma Haaglander Voetbal aan tafel zitten. We hebben hem nog nooit gehad, dus ik vind het wel eens leuk om ook met hem van gedachten te gaan wisselen. Ja. Dan de derde visie, Rob Scheveningen. John Blok gaat met zijn ploeg naar Spakenburg. In het verleden hebben ze daar wel eens voor verrassingen gezorgd. Klopt, en Scheveningen natuurlijk nu op bezoek bij John de Wolf, die het uitstekend doet bij Spakenburg, de gedoodverfde kampioen. Ja. Ja, Scheveningen heeft natuurlijk de zekerheid van na-competitievoetbal. En dan kan je wel zeggen van ja, ik wil altijd toch wel blijven presteren, maar onbewust speelt het nog mee in de kopjes van die spelers, denk ik. Het ligt ook een beetje aan het wedstrijdverloop. Ja. Maar komende zaterdag, ik denk dat John Blok blij zal zijn, of ervoor tekent, om een punt te pakken daar. Nou ja, maar goed, dat is nu verschrikkelijk inderdaad van belang. Het is een kwestie van alles heel houden. Geen domme kaart oplopen. Ik bedoel, wat je zegt, verloop van de wedstrijd aan gaan kijken. Kijken, ja. Op de ranglijst is niet veel meer extra's te behalen. Ja, je voetbalt om te winnen, dat is helder. Maar het belangrijkste wordt natuurlijk de na-competitie. Ja, dat is zeker. En als ze het inderdaad allemaal heel kunnen houden, acht ik ze helemaal niet kansloos in die na-competitie. Is toch altijd een competitie apart. We hebben het vorig jaar natuurlijk gezien. Ja. Toen Westlandia ook in die na-competitie, zondagtak in die na-competitie, uiteindelijk het aan het kortste eind trok tegen Rijnsburgse Boys. Ja. Maar goed. Het is verschreven een zaak om in ieder geval het zaakje heel te houden en dan rustig toewerken naar die na-competitie.
We gaan het afwachten wat het allemaal gaat worden komende zaterdag. Of het is zaterdag inderdaad, het is volle programma, het is een paasprogramma. We zijn er doorheen, heren bedankt en thuis bedankt voor het kijken. En wij zijn er volgende week weer met onze vooruitblik op het zaterdagprogramma.